Nederland heeft een probleem. We hebben onze bodem en ons water vervuild. Vis en zeegroenten uit het oostelijk deel van de Westerschelde zit zoveel PFAS dat je het beter niet kunt eten. Wat is PFAS? En waarom komen we er maar niet vanaf? Er zijn veel overeenkomsten tussen deze spullen. Je teflonpan, je regenpak, dat bakpapier, je brandblusschuim, je plakvelletjes, je skiwax, je kopje thee. Al deze producten zijn vetafstotend, waterafstotend, brandwerend. En die eigenschap hebben ze omdat ze PFAS bevatten. Ik ben Annemarie, bioloog en milieuwetenschapper. En hier in de werkplaats vertel ik je alles over PFAS. PFAS is niet zomaar één stofje. Het zijn miljoenen verschillende stoffen. Door de mens ontwikkeld. Van nature komen ze niet voor. PFAS is een afkorting en die staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Die PFAS die bestaan eigenlijk altijd uit koolstofverbindingen met fluor eraan. De ketens kunnen heel kort zijn, zoals hier met één koolstofje. Of heel lang, zoals hier met 8 koolstoffen. En die koolstof-fluorverbinding die maakt dat deze stoffen zo goed vet- en waterafstotend zijn en zo goed brandwerend. Die fluor-koolstofverbinding is heel erg stevig. Je krijgt hem gewoon niet uit elkaar. En dat ze zo stevig zijn, die PFAS, is superhandig in het gebruik. Maar daarna helemaal niet meer. We willen natuurlijk dat de natuur ons afval af kan breken. Denk aan bladafval dat tot compost wordt gemaakt. Maar deze PFAS breken niet af. Daarom noemen we ze ook wel eeuwige chemicaliën. We hebben al op heel veel plekken in Nederland PFAS gemeten en we vinden het eigenlijk overal. Zeker die korte ketens die zich heel snel verspreiden. We vinden PFAS vooral veel terug rond plekken waar het gemaakt is. Denk aan Dordrecht, waar een fabriek heel lang PFAS heeft geproduceerd. Of de Westerschelde, als gevolg van de productie in België. Maar we vinden ze bijvoorbeeld ook terug op vliegvelden, omdat daar brandblusoefeningen zijn gehouden. Ook op plekken waar we niet gemeten hebben, kun je PFAS verwachten. Wat je net gezien hebt, dat pannetje, dat regenpak, gebruik jij thuis ook. En als je het gebruikt, dan slijt het en komt het milieu in. En dat gebeurt overal waar mensen wonen. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar grondwater. Want daarin komen uiteindelijk heel veel PFAS terecht. En die PFAS die wordt niet afgebroken. En er blijft maar bij komen. De concentratie wordt uiteindelijk zo hoog dat het leidt tot effecten die we helemaal niet willen. We weten al heel lang dat PFAS niet goed voor je is. Je immuunsysteem wordt aangetast. Vaccinaties werken minder goed. Je bent dus minder goed beschermd tegen ziektes. Wetenschappelijk onderzoek heeft daarnaast mogelijk verband aangetoond tussen blootstelling aan PFAS en andere soorten gezondheidsproblemen. Denk aan verhoogd cholesterol, problemen met de lever, kankers zoals nierkanker en teelbalkanker. Daarnaast zijn er vermoedens van de chronische darmontsteking, borstkanker en ook problemen met de voortplanting. En dan hebben we het alleen nog maar over mensen. Maar we zijn niet alleen op deze wereld. We hebben ook nog allerlei beesten, planten, zoals deze visjes, die rondzwemmen in dat vervuilde water. Ook die vissen en die planten nemen die PFAS op. En ook daar heeft die PFAS al die negatieve gezondheidseffecten. En het komt ook via het voedsel weer terug bij de mens. Grote vraag is natuurlijk, wat moeten we nu doen? Kunnen we die niet gewoon verbieden, die PFAS? Nou, je moet wel één ding bedenken. Al die PFAS die al in het milieu zit, die eeuwige chemicaliën, gaan niet zomaar weg. Die zullen we actief moeten opruimen. En dat zuiveren kan, bijvoorbeeld door het gebruik van koolstoffilters. Filtertje, koolstof erin. En het vuile water gaat over dit filter heen. Zoals je ziet, het wordt echt wel schoner. Tegelijkertijd is het ook heel lastig om alles eruit te zuiveren. Zeker die hele kleine PFAS-moleculetjes. En dit is eigenlijk wat drinkwaterbedrijven voor ons doen. Ons water zuiveren en onze troep en die van de industrie eruit halen. Er komt gelukkig wel steeds meer wetgeving die PFAS verbiedt. Probleem is wel het controlesysteem en de handhaving. We kunnen immers nog niet al die producten doormeten. Het kost hartstikke veel tijd en geld. En het is nog steeds heel lastig om al die verschillende PFAS-stoffen te kunnen meten. Daarom is kiezen voor veilige producten zonder PFAS echt beter. Deze producten zijn misschien wel wat duurder of net iets minder makkelijk in gebruik. Maar ze zijn wel veiliger voor jezelf en voor het milieu. Hoi, ik ben Timothy, kustonderzoeker. Ben jij van plan om deze zomer naar het strand te gaan? Volgende week onthul ik de gevaren van het zwemmen in de zee.